Dit is het Fries Knijs, want die is die 3 november. Weer een belangrijk onderdeel van het schip de Willem Barents is kleer van de middenwater zegtjemeter hege mast van de replica van het expeditieschip op maatzegen. Dat badde bij de houtzegerij in Haas. Stadigon krijgt de Willem Barents zijn vorm. Vrijwilligers binnen al zo'n 4 dwaande het zegtje in de Eeuwske schip zo authentiek mogelijk naar te bouwen. Bij houtzegerij Faber in Haas wordt Joet een beemstam op maatzegen voor de grote mast. Projectleider De Weert had ik al een datum in holle wanneer het schip kleerwijzen mat. We moeten de romp eerst klaar hebben. Daar zullen we waarschijnlijk het hele volgende jaar mee bezig zijn. Als het allemaal goed gaat, dan zouden we misschien aan het eind volgend jaar het schip te water kunnen laten. En dan begint het optuigen van het schip terwijl de romp in het water ligt. Dus het zou kunnen zijn dat als alles goed gaat, we in 2018 kunnen zeilen.